Goedemiddag allemaal, daar zijn we weer, vrijdag, promo en vandaag in de promo. Adidas, Boston 8. Laten we eerst even goed zien. Let op, bovenwerk. Dempen. Slijtsel, binnenzijde. Boston 8, inmiddels de 8e versie. Ik zal u goed uitleggen, best veel veranderd. We beginnen bij het bovenwerk. Engineered mesh. Alles is aan de buitenkant. Naadloos. Zit geen enkel stikwerk in. En als je goed kijkt zie je ook echt het mesh eigenlijk in een vorm mee. Met de voet mee. Dat hij echt goed stevigheid gaat geven. Geen gaten. Nee, het loopt in de lengte doorheen. Dus de lucht kan er makkelijk doorheen. Bij warmte. Schoen wordt ook echt gebruikt voor de hogere snelheden. Dus voor de tempo runs. Eventueel wedstrijden, marathon. Ja, daar is de schoen eigenlijk super geschikt voor. Zie je hier de lijnen van Adidas, hebben ze naar voren geplaatst. Ik zal straks uitleggen wat eigenlijk het verschil maakt met, met de vorige versie waar het eigenlijk aan in het midden zat. Oké, hebben we hier de polstring. Is vrij zacht materiaal, binnenzijde. Super zacht. Zorgt ervoor dat hij niet kan glijden, maar onwijs veel grip geeft rond de hiel en de hak. Buitenkant, externe hielkap die ervoor zorgt dat hij mooi stevig en vast zit. Ze hebben dit thuis erop gezet, dus de Boston. Als je de schoenen naast elkaar zet, bij de schoenen zie je ook echt Boston staan. Maar het is een detail. Oké, gaan we naar de dempen. Daar zit eigenlijk ook wel best wel verandering. De hele laag, de zwarte laag, is eigenlijk het EVA-materiaal. Dat is wat dikker gemaakt, dat die wat meer geleiding geeft van de voet naar voren. Dus de stevigheid naar voren. Kom ik zo terug naar de stevigheid. Maar die dempen, of die EVA-materiaal, is wat dikker, is ook wat verstevigd. En daaronder zit eigenlijk het boost materiaal. En de boost geeft weer voor die extra veerkracht. En het zwarte geeft voor de geleiding. Dus die schoen wordt eigenlijk een stukje stabieler. Oké, die stabiliteit is eigenlijk verbeterd. Vooral in deze beweging. Dat betekent eigenlijk als je een midvoet, voorvoet landing hebt. Een actievere landing. Land je eigenlijk op dit gedeelte van de schoen. Zal ik het laten zien. In het midden zit eigenlijk, normaal gesproken zit de torsion. Dit systeem zit eigenlijk hier. Nu hebben ze naar voren geplaatst, dat hij eigenlijk meer richting de voorkant, dat hij eigenlijk de voorzijde stabieler wordt. Loopt langer door aan de voorkant. Dus niet meer hier, nee daar. Dus bij de landing, neerkomen, stabiliteit. Ja, het is moeilijk te zien, maar waar ik net over had met de lijnen. Aan de binnenzijde, dit zijn eigenlijk de lijnen van Adidas, maar vroeger was dat eigenlijk een banden om je voet heen. Maar die zijn naar de binnenkant verplaatst. En het is eigenlijk een beetje lastig te zien. Ik zou zeggen van ja, kom voelen morgen, kom passen. Maar die lijnen zijn aan de binnenkant. Dan kun je het ook echt zien dat het echt zit binnenin geplaatst. Hier zitten drie lijnen. En dat zorgt eigenlijk voor dat hij eigenlijk, als je de schoen aandoet, dat hij mooi weer fix zit. Dus niet aan de buitenzijde, nee, aan de binnenkant, rond de voet. Toolbumper zit ook weer erin, maar ook aan de binnenzijde. Je kunt het niet zien, maar als je het aan de binnenkant voelt, zit hier een hardere laag die ervoor zorgt dat de voet mooi vrij blijft zitten, dat hij ook gewoon vrij voelt. Geen compressie of wat dan ook. Nee, geen goed ademmateriaal. Oké, gaan we toch weer terug naar het flexweb. Dat is eigenlijk de slijtlaag. Nou, die zorgt ervoor eigenlijk dat hij de druk verdeeld wordt en de slijtlaag is van Continental. Ja, daar is die weer, Continental. Maar iets dikker. Dat betekent eigenlijk dat het materiaal wat slijtvaster is. En ook hebben ze rechte lijnen ingezet. Dat op het moment bij de afzet, oftewel die kant, dat hij meer tractie gaat maken. Druk wordt verdeeld over de zool en bij het afzetten meer grip. Ja, wat wil je nog? Meer snelheid naar voren. Boston 8. Ik zeg het. Ik zal hem nog een keer laten zien. Oké, Boston 8. We hebben hem. Alle maten zijn er weer. Ik zou zeggen, kom langs, kom passen. Ja, volgens mij hebben we een primeur. Maar dit is hem. Oké, op naar de volgende. Tot snel. Hoi.